Het is benauwd, vind ik, maar ja, wie ben ik? Ja, ik zou het niet weten. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Bezemboel. Het is inmiddels dinsdag, de 12e van de 9e, 2023. En we leven op de tijd van 12:40. Erwin die kan komen en die mevrouw van de KWF kan komen om de spullen weer op te halen. Ik moet eigenlijk nog met de hondjes uit. Maar ja, ik heb het alweer druk gehad met allerlei dingen, want ik kwam weer in de douche. En toen kon ik tenminste voor de douche. En toen moest ik uitkijken waar ik ging staan. Weer meneertje Kandalf, die had weer lopen te spugen. Gelukkig alleen nog in de douche, maar wel op verschillende plekken, ja. Dus schuursponsje gepakt, kraan aangedaan en met schuursponsje het boenen geweest en gedaan. Het was allemaal, bruinrooiachtige galtroepen. Dat was, ja, vies. Kom door zijn eten, hij had donker vlees gisteravond. Ja, dat rooige. Ja, en dan wordt dat, als hij overgeeft, ook een beetje rooier, hè? Ja. Maar ja, dan heeft hij weer te veel gegeten, hè? En dan moet meneer weer over zijn nekkie. Ja. Maar in ieder geval heb ik eerst schoon moeten maken. Toen moest ik het weer met een oude handdoek die ik er speciaal voor heb, leggen op de kachel. Weer afdrogen, dat ik er zelf niet op uitglij. Nou ja, toen kon ik met mezelf aan de gang. Ja. En dat moet ik mijn arm nog doen. Dus, maar in ieder geval, dat gedaan. Ik heb de tuin opgeruimd. Ja, het gaat vandaag regenen, et cetera. Dus ja, dan moet je toch daar even mee bezig, hè. Ja, dat gaat allemaal wel door. Dat, sowieso moet het opgeruimd worden, weet je, anders gaat het stinken. En het heeft nou nog niet gestonken of wat dan ook, maar dat moet je ook voorkomen, hè. Dat gaat stinken. Dus, maar in ieder geval, ja. Eventjes. Ah, het is goed genezen al. Ik ben nog hier en daar aan het vervellen, maar... pijn hekken niet meer aan. Ja, ik heb wel pijn, maar niet daaraan. Ik heb pijn aan mijn elleboog. Kun je het nagaan? Daar denk je niet aan. Die elleboog is vroeg ooit gebroken geweest. Toen Karin van mij, jullie kennen Karin allemaal, Karin van mij 2,5, 3 jaar was. Misschien 4, ik weet het niet. Nee, nog niet 4. We hadden een vijver vlakbij huis en dat was dicht. Bevroren, op een bak na, daar lagen takken omheen voor de vogeltjes. Nou, en zij had van die dubbele ijzertjes onder de voetjes. Om te gaan schaatsen, want ze kon beter dan ik. Maar iedereen was mij aan het gek zeuren van, leer nou ook schaatsen. Dan kun je met die kinderen schaatsen. Nou, ik was zo dom om dus lage noren te kopen. Gelukkig wel tweedehands.
Ik heb het zeker keer aangehaald, daarna nooit weer. En omdat ik het echt niet kon en ook bang was, had ik dus ook een stoel bij mij. Nou, eerst met die stoel geprobeerd, nou, dat ging prima. Ik denk, nou, dan ging ik het toch ook zonder stoel. Maar nee, dat ging niet tot de minst. Dat ging wel, schuiveltje, schuiveltje, schuiveltje. Totdat Karin mij met haar brabbeltaaltje riep van mama, kijk eens, ik is schaatsen. Nou ja, toen keek mama om, goed zo meisje, ja, dat had mama niet moeten doen. Toen ging ik om. En toen schijn ik even bewusteloos geweest te zijn, maar voor hoe lang Joost mag het weten, dat weet ik nu de hele dag nog niet. Maar ik weet wel dat ik op handen en knieën naar die stoel van mij ben gekropen, dat ik me omhoog heb gehezen. Dat ik de schaatsen heb afgebonden, uit heb gedaan, hoe zeg je dat? En schoenen aan heb gedaan. En dat ik die nog vast heb weten te maken, maar dat ik de stoel heb laten staan. En dat ik tegen Karin heb gezegd dat ze lief moest zijn en bij de stoel moest blijven. Heeft ze kennelijk gedaan. En we hadden toen ook nog iemand in huis en die heette Wietske. Die heb ik wakker gemaakt. Ik zei, je haalt nu Karin naar binnen. Ik zeg, en jij neemt de stoel gelijk mee. Nou, heeft ze gedaan. Dat was een meisje. Nou, en toen kwam bij mij pas de pijn naar boven. Je wilt niet weten. Was mijn ellepijp op twee plekken gebroken. Maar de huisarts die we toen hadden, die zei, nee hoor, ultra gekneusd. Doe maar in Mitella. Mitella gehaald bij de apotheek. Dacht je dat ik s'nachts kon slapen? Twee keer niet dus. Maar dan ga je zelf op onderzoek. En die arm wou niet meer recht, die wou niks meer. Dan denk ik maar in die houding, hè. Nou, ik ging op onderzoek, had met betasten. Nou, ik ging zo wat door de grond van de pijn dat ik erop kwam. Dan zit de volgende dag er weer heen. Ik zeg, nou stuur me door naar het ziekenhuis. Ik wil foto's hebben. Ja, toch? Ja. Nou, dat heeft ze gedaan. Twee plekken gebroken. Maar het was de zoveelste fout die ze bij een patiënt deed. Het was een invalarts van mijn huisarts. Die lag zelf in de kreukel. Die had een ongeluk gehad. En nou ja, die huisarts, die invalste, die heeft dus op standaard P ontslag gehad van de hogere hand. Dus ja, dan kun je huisarts zijn, maar je moet wel je vak goed verstaan. Ja. Maar in ieder geval, dat verhaal dus. Maar dan kom je weer bij de tatoeëerder. Ja, je gebruikt die arm en het doet zeer zelden, doet het nog pijn. Dat ik er even last van heb. Ik heb voor die tatoeëring plaatsvond, heb ik er eventjes nog een dag last gehad. Dan heb ik even een mouw aangehad. Ik heb een speciale mouw, die heb ik jullie toen ook laten zien. Maar verder denk je dan niet aan. En toen heb ik, toen draaide hij mijn arm om. En dat had nooit niet gemoeten. Hij had moeten vragen, kan je arm even verleggen of zo doen? Dan had ik dat zelf kunnen doen. Maar nou doet hij me hier een beetje zin als ik een speciale beweging maak. Maar ja, het is nou helemaal geschied, gaat er zelf wel weer over en anders maar niet. Ja, dat ruimt ook nog op geschied. Ik leer er wel weer mee leven. Ik ken er nog van alles mee. Ja, toen denk ik het af en toe eventjes een beetje. Ah, denk ik, oh ja, is ook zo. Ja, leuk is niet dat op dat moment, maar oké. Vandaag gaat er nog meer gebeuren, want ik ga ook weer, nou ja. Jullie zien het bleekt uit. Ik wil het helemaal kort dat mijn eigen kleur terugkomt. En ik laat het nou niet verven of wat dan ook. Ik laat het helemaal net zoals van die programma op televisie van TCL, ECL, weet ik veel hoe die zender heet. Dan heet je Jo en L. Met die bruidsboutique voor een maatje meer. Heel veel maatjes meer. Maakt niet uit, ook die dames hebben recht op een mooie jurk. Dat doen Jo en L. En dan moet je Jo hebben met een hele korte haar. Nou, zo heel lekker. Lekker pu. En ik denk, ja, mijn eigen kleur. Nou ja, jullie weten, ik ben blond, wit, zilver, grijs, weet ik van wat ik ben. We wachten wel af wat er onderweg komt, ja toch?
En dat groeit vanzelf alweer aan. En ja, gewoon lekker kort. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, geniet ervan. Ik neem jullie mee. Ik ga jullie eerst in de lader gooien. En ik neem jullie gewoon gezellig mee in alles. Behalve wanneer ik bezoek krijg. Want dan hoeven jullie niet bij te zijn. Nee. Dat is privacy. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Maar geniet vooral met mij mee. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ze zijn bezig een wal te maken. En daar staan heren, eentje ervan, die zei al dat het privacy-schennis is. Wat? Privacy-schennis? Op straat? Nou, dan mag die eerst eens even een beetje beter opletten, dan zei hij daar in het zwart. Die zei dat het privacy-schennis was, nou, dan mag die ook beter opletten om zich heen. Er staan genoeg camera's, ja. En het is op de openbare weg, dus ik mag filmen wat ik filmen wil, ja. Dus ja, ze zijn er helemaal bij bezig, zoals jullie zien. Maar we gaan weer opschieten, want ik had er al moeten, weet je, zowat. En ik loop hier nog. Dus ja, ik moet naar de kapper, zoals jullie weten. Maar ik had eerst bezoek en eentje ging er heel laat weg. Dus ja, I am so sorry. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben al aan de late kant, omdat ik met meisjes uit moest. Ja, nee, jullie weten, ik had bezoek. Dus ja, dan kan ik kan me moeilijk in twee splitsen. Dan gaat het er niet worden. Dus we gaan er nu nog naar de kapper en dan zien we het wel weer. Ik zou zeggen, tot straks bij de kapper. Ja, lieve vrienden, jullie zien het. Ik zit nu bij de kapper. En er staat er eentje achter me. En die gaat er zelf even voortellen. Ja, dat is iets, hè. Doe maar. Ik ben Anouk. Ik ga vandaag de haren knippen. Van wie? Corina. En de Beestenboel. Dus. Ja, komt helemaal goed. En bij welke kapper is het? Bij Golden Sisters. Goed zo. Nou ja, en ik vertrouw het nou aan haar toe. En jullie weten dat het gaat lekker kort. Ja. Dus ja, via de spiegel. Denk jij er even om dat je er niet in wilt? Ja, ik kan niet overal op letten. Dus, maar oké, lieve vrienden, jullie gaan, ik ga jullie omdraaien. Huppedabedabedab. Die ook even omdraaien. En dan laten we een klein stukje ervan zien. En dan gaan we straks weer sluiten. Nou, ga je gang, ik doe mijn ogen dicht. Nee. Kijk wat hij doet, hè. Nou ja, vorig jaar wouden ze me toch kaal hebben. Nou, dan moet er wel wat tegenover staan. Lekker.
Ja, als je maar voor die oor denkt. Ja. Dat je dat oorknopje, die is nogal iets gevoelig. Ja? Ja. Zij kan okay. Die... Corine, wat vind je van de lengte? Ik zie niks. Mag ik even je ogen open doen? Anders zie ik nog niks. De kleur zit er nu nog wel een beetje in. Je wilt wat zien? Oh, ik zie nog niks hoor. Even mijn ogen testen. Ja, doe maar rustig. Dat duurt bij mij altijd wel eventjes. Oh ja. Oh, daar gaat je stok. Wat doe ik nou? Nou. Geloof je dat? Ja. Ja, nog wel een waskleur, hè? Ja. Maar dat groeit er wel uit. Maar is het goed genoeg? Ja, dacht ja? ik wel, ja? hè? Ja. Oké, okay, dan... Is het, nou ja, kijk maar op die foto van hun. Ja. Ja, gaan we even een andere standje. Want je wou korter aan de zijkant, hè, Corine? Ja, 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 ja. Even wachten hoor. Waar is ze? Waar is ze? Ja. Hoeveel? 18,50. Kijk. Ja. Dat wil ik. Ja, okay. Zoals zij is. Eind van straat, sorry. Ik kijk, hier ga je er opzij. Ja, deze mag je pakken. Hier ga je er opzij. Kijk wat jij gaat doen. Je schept hem gewoon. Is hier ook. Ja, gewoon scheppen. Kijk, hier ga je opzij. Dat gaan we zo aanpakken. Oké, dus ik moet gewoon kijk, eerst schat. Zo doen. Ja, dus eerst gewoon de kruinbasis, zeg maar. Zometeen gaan we de rest opvullen. Ja. Kijk, hier ga je er opzij. Ja, ja. Dat is wel ja? goed. Als je is zo ja. goed, hè? Ja, oké. Okay. De tijd van tegenwoordig is sowieso een beetje... Ja, en zoals jullie zien, lieve vrienden, nee, ja, goed kaal. Ja, het zijn allemaal tekeltjes net als Jo van die serie met die maatje meer bruidsjurken. Ja, en ik ben er blij mee. En daar gaat het toch om, dat ik blij ben. Ik moet ermee lopen. Het is zelf ook wennen natuurlijk, maar ik vind het leuk. En wat voor kleur zei jij nou eentje? Een beetje rosé. Ja. Rosé kleurig bovenop nog van de verf. En de rest, nou ja, wordt al aardig mijn eigen kleurtje. En het groeit wel weer aan. Toch, Anouk? Ja. Oké. Okay. Als je een foto, je had een foto moeten maken voor Instagram, maar heb je vergeten. Over voor en achter. Ja. Juist, nou. Volgende keer mag je dat doen. Ja. Dus ik zeg er, lieve vrienden, geniet gewoon van alles en geniet weer een beetje mee. Hé, hey, schat. Ja, dankjewel. En jullie zien het, waar ik weer zit. Op het vaste stekkie. Ja, ja. De eetsalon enzovoort. Ja, en jullie weten het gewoon. En ik heb ook weer wat besteld. Ja, dat mag ik niet laten zien, nee. Nou ja, dan maar niet. Maar er komt wel een frikandel speciaal ook eraan. Dus ja, helemaal lekker. Even mezelf weer verwennen. Moet kunnen. Dus ja, ik ga gewoon hier genieten aan mijn vaste tafeltje waar ik altijd zit. En ik zeg gewoon, geniet een beetje mee. Granium, weet ik. Oh, daar. Dat toch? Ja. Ah, die zijn mooi, ja. En een roosje. En nog een roosje. Waar? Ik weet niet wat de irissen zijn. Dat is rechts en niet links. Nee, hier zijn links, die rode. Ik dacht dat het gladiolen waren. Viva gladiola. Ja, dat is het. Ja, weet je wat gladiolen zijn? Nee, dat zijn die. Ja, die zijn mooi. En ik zie daar weer een draadje lopen van een spinnetje. En bij het spinnetje is, weet ik niet. Het spinnetje zit ergens anders. Die zit ergens anders. Ja, we waren bij Marianne. Ja, boepie. Met haar dreams shirt aan. Waar droom je over? Vertel je droom. Mooie mannen? Nee. Dat is voor jou een vraag of voor mij een weet. Mooie mannen dus. Goed zo, doe je goed. Kijk, daar heeft ze een vogeltje. Ja. Ja.
Kijk, en dit vind ik ook leuk, maar dat kost allemaal zo duur. Als je het aan moet schaffen. Wat? Nou, dat vijvertje. Nou, weet je hoe lang ik dat al heb? Ja, heel lang. Ik denk meer dan 30 jaar. Zo dan. Maar wel geweldig. Kijk, ook een mooi bloemetje. Ja, Marianne, de tuin die ziet er heel mooi uit. Heel mooi. Kijk, gevaarlijke poester daar. Ja. Hé, hey, ze heeft hier een rozenboog. Enkel de rozen die mis ik nog. Ja, dat komt nog. Oh, dat komt nog. Al wel gaaf. Hé, hey, dat is nieuw. Ja, dat is nieuw, die rozenboog. Ja, en er zit een balletje aan met zaadjes met voer voor vogeltjes. Dus ja, helemaal leuk, helemaal geweldig. En ze heeft daar ook verlichting in, hangen. Dat brandt dus ook s'nachts. S'avonds bedoel ik. Ik weet niet of ze er net zo'n ding aan heeft als ik. Voor zonne-energie. Zit er zonne-energie aan? Aan dat licht? Nee, het is gewoon kerstlampjes. Oh, gewoon kerstlampjes. Dus dat gaat op stroom? Ja, dat kan wel scheuren. Ik heb lichtjes bij mij om de pergola heen. En dat zijn allemaal gekleurde lichtjes. En dat werkt op zonne-energie. Dat kan ook. Ja. En... Nou ja, ik heb deze al jaren in die plant zitten. In die boog. Hi! Kereltje. Moest jij wat zeggen? Had je wat te vertellen? Nee, niks meer? Hoeft ook niet hoor. Ik zou ook mijn mond houden. Ja. Yeah. Ja, dus dat dus, lieve vrienden. Geweldig, hè? Ja, kijk. Oh, die vliegt van hop naar her. Die vliegt van hop naar her. Waar is die nou? Ik zie hem niet. Ja, daar. Ja, nou is het pleiten. Nou ja, bij deze mooie plant gaan we ook maar pleiten. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. De meisjes zijn ook alweer uitgelaten. Dus ja, ik ben weer helemaal tevreden. Ik ben met mijn eten bezig. Dat ga ik weer even opwarmen. Ik had hetzelfde nog gisteren. Broccoli met rode paprika, siepeltjes en spekjes erdoorheen. Dat is helemaal lekker, ja. En jullie zullen moeten wennen aan dit kopje. Ja, ja, echt wel. En nou ja, ik weet nog niet wat ik wil. Of ik het nou wil laten groeien of lekker kort hou. We merken het wel. Ja, toch, ik vind het wel even lekker zo. Lekker, ik hoef niks te doen. Nee. Ja, even klauw als je jeuk hebt. Nou ja, goed toch? Ja. Er zit een beetje, ja, vettig in. Weet ik veel wat dat is. Nou, ik vind het wel goed hoor. Ja. Ik zal nou mijn handen moeten wassen. Want nou... Ja, ik heb raar gezeten. Nou, ze zijn mijn handen ook een beetje vettig. Maar ja, maakt niet uit. Ik vind het lekker. Lekker kort. Moet kunnen. En ja, ik zal het even opzoeken. Nou ook, ik kan beter in het groot opzoeken. Ja, we gaan het even in het groot opzoeken. Even naar de afbeeldingen. Ja, daar ook. En hier ga ik haar zelf, waar het om gaat, yo kook, kook, ja weet ik veel. Wat gebeurt er allemaal? Ik moet yo zelf hebben en niet weet ik veel wat. Gaan we weer even een stukje terug. Waarom doen ze dit? Ik krijg iedere keer... Nee hoor, ja, een of andere eigen site, weet ik veel wat het is. Maar ik zoek haar foto in het groot, waar zij alleen nog op staat. Wat is dit? Dan krijg je nog andere troep er ook tussen. En dan zit je niet op te wachten. Daar even. Dan krijg je eerst reclame, ik krijg geloof ik nou een video van haar. Overslaan.
Die twee heb ik niet nodig. Nou, inzoomen op Jo, komt er maar. Nee, ze verkeren. Zo, nou. Eventjes zo. Zo. En dan is zij Jo. Net dat blonde stiekeltjes haar. Nou, dat heb ik nu dus ook. Ik vind dat zo wauw. Kikke. Ja. Dus ja, perfect. Ik vind dat leuk. Ja. Dus, maar dat komt helemaal goed. Zo, de boel weer afgesloten. Ik ga verder met me eten. En straks komt Jo ook weer op de televisie. Dus daar ga ik ook nog een gedeelte van zien. Want het is nog lang geen 8 uur. Maar voordat je het weet, is het wel 8 uur. En dan hebben we weer GTST. En dat wil ik ook weer zien. En ik moet nog vlog in elkaar zetten. Dus het komt allemaal goed. Ik zeg alleen nog maar weer. Hou vol goede moed. En heb een hele fijne, liefdevolle avond. Met elkaar. Voor elkaar. En geniet van elkaar. Tot later. Ja, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken dat we naar boven toe gaan lopen. Ja, het is ook alweer reeds 2 uur 21 in de nacht. Dus ja, ik wil graag naar bedje toe gaan. En ik denk de meisjes ook wel, want de kleine ligt in de mand en de grote ligt op de bank. Allebei horizontalito. Ja, ze slapen allebei. Ik zal de poort nog even op slot doen. En dan gaan wij lekker een bedje toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard, gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het gewoon allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, uit het diepste van mijn hart, tot aan de andere kant van de nacht.